de wet van Coulomb met meerdere ladingen. Hopelijk heb je nu al de wet van Coulomb een beetje ingeoefend en zal je wel merken dat die oefeningen redelijk gemakkelijk zijn. Maar wat gaan we nu doen als er meerdere ladingen tegelijkertijd zijn? Bijvoorbeeld, ik ga eerst een schets hier geven. Ik heb bijvoorbeeld een lading Q1, een lading Q2, maar ook een lading Q3. Wel, hoe gaan we dan te werk moeten gaan? Dus eerst zal de vraag zijn, ja, de kracht op wie ga ik zoeken? Laten we veronderstellen dat er gevraagd is de kracht op Q1. Dan gaan we kijken, wat is de richting van de kracht en de zin van de kracht? En ook met Q3. Bijvoorbeeld Q1 en Q2 die zijn positief en negatief. Dus wat gaat Q1 doen? Die gaat aangetrokken worden door Q2. De kracht die dus F2 op 1 uitoefent, gaat dus in richting van een zin van Q2. Q3 en Q1 zijn alle twee positief. Dus wat gaat Q1 doen? De gevolgen van Q3? Ja, die gaan weggeduwd worden. Dus F3 op 1, die gaat in deze zin. Die gaat dus weg vandaar. Wel, ik heb twee krachten. Twee krachten zijn twee vectoren. Wat moet ik daarmee doen? Optellen. Maar niet gewoon bij elkaar optellen, gewoon niet gewoon plus. Nee, ik moet dat grafisch doen. Even kijken. Dus ik ga de parallelogramregel gebruiken. En dat geeft mij dat de resultante kracht die ontstaat, deze is. Als ik dit zou moeten berekenen, ja, dan zou ik natuurlijk wel gegevens moeten hebben van afstand en hoek en zo, omdat je hiervoor de Cosinusregel zou moeten gebruiken. We gaan eens eerst een voorbeeld zien. Drie ladingen bevinden zich op één lijn. Lading 1 bevindt zich in het midden en heeft een waarde van 20 microcoulomb. Lading 2 bevindt zich op 30 centimeter rechts hiervan, dus hier, en heeft een waarde van 10 microcoulomb. Lading 3 bevindt zich op 20 centimeter links van lading 1 en heeft een lading van 15 microcoulomb. Bereken de kracht op lading 1. We gaan dus in deze bestuderen. Die anderen gaan ook een kracht ondervinden, maar dat is niet gevraagd. We gaan alleen kijken wat er gebeurt met Q1. Hier staan alle gegevens nog eens samen weergegeven. En hoe gaan we dat moeten oplossen? Wel, Q1 die wordt door Q2 weggeduwd. Dus de kracht van 2 op 1 is in die richting en zin, naar links. Door Q3 ja, wordt Q1 ook weggeduwd. En ik kan nu al zien dat die pijl groter is. Want als je goed kijkt, Q3 staat dichter bij Q1 dan Q2. En Q3 is er nog eens groter in waarde. Dus die kracht gaat zeker groter zijn. Als je dat niet weet, ja, dan kan je best schetsen met een potlood of zoiets. En eerst gaan berekenen om te zien hoe groot dat ze zijn, die krachten. En dan in verhouding te tekenen. Dus ik weet al dat de resultante kracht naar rechts zal zijn. Omdat die groter zal zijn dan die. We gaan er eens uitrekenen nu. Dus gevraagd is de kracht. Oplossing? Niet met een deze. Ik zie soms mensen heel graag teruggrijpen naar dit. Oh, we hebben drie krachten. Dan stoppen we maar drie ladingen in de vergelijking. Nooit doen. Mag niet. Nee, wat gaan we moeten doen? Dus twee aparte krachten berekenen. We gaan dus eerst F2 op 1 berekenen. Dus we passen de wet van Coulomb toe voor deze kracht. Dus enkel tussen die twee geberedeneerd. En die kunnen we uitrekenen. Gewoon alles invullen. 8,99 maal 10 tot de negende. Q1, 20 maal 10 tot de min zesde. Q2, 10 maal 10 tot de min zesde. Gedeeld door onderlinge afstand 30 centimeter. 30 maal 10 tot de min tweede. Het kwadraat geeft ons 20 newton. Dus F2 op 1 is 20 newton. Nu moet dat ook doen voor de andere. De kracht die 3 op 1 uitoefent. Ook weer gewoon onze formule toepassen. Enkel Q1 en Q3 nu. Wederom alles invullen. Alleen is nu in plaats van Q2, staat hier Q3 en is dit 15 maal 10 tot de min 6e. En de afstand tussen Q1 en Q3 is 20 centimeter. Dus dat is ook anders. Dat geeft ons een kracht van 67 newton. Dus nu bevestigd, F3 op 1 is groter dan F2 op 1. Dus we hebben er ongeveer goed getekend. Wat moeten we dan doen? Twee vectoren, in dit geval die weggaan van elkaar, dan moeten we die van elkaar aftrekken. Dus het verschil zal dus geven, 67 min 20 is dat de resultante kracht 47 newton zal zijn. Nou, niet echt mooi op schaal getekend, maar kom, de richting en zin zijn toch juist. Dus, zo gaan we te werk. In de oefeningen die je zal maken, zal je natuurlijk ook met een hoek ertussen, en dan ga je die krachten dan bijvoorbeeld moeten samenstellen door middel van de Cosinusregel. Maar dat laat ik aan jezelf over.